allemaal. Welkom aanwezigen, bewoners, uitvoerders, partners en deelnemers aan de skate- en steptocht. We staan hier, zoals gezegd, op de Energieweg. Een nieuwe verbindingsweg met een aantal voordelen, want anders zouden we hem niet aanleggen. Allereerst, het is de verbinding van het centrum van Amersfoort met Vathorst en met Hoevelaken. Het is een weg die een goede ontsluiting biedt voor het bedrijventerrein de Wieke Vinkenhoef. Het bedrijventerrein dat nu nog volop in ontwikkeling is. We hebben wat tegenslag gehad met de economische crisis, maar dat gaat wel weer de goede kant uit. En het biedt in ieder geval werkgelegenheid voor de regio. Door deze weg is het ook mogelijk om de hoge weg verkeersluw te maken. En dat vinden de mensen daar bijzonder prettig. Het komt in ieder geval de leefbaarheid daar ten goede. Niet alleen daar, maar ook het natuurgebied Bloeidaal dat aansluit op de Schammer, dat profiteert ervan. Asfalt is nieuw, dat kunt u straks wel rijkelijk uitproberen. Het voelt bij wijze van spreken nog warm aan de voeten. En de markeringen zijn witter dan wit. En er is nog, afgezien van bouwverkeer, dan ook nog geen enkele auto overheen gekomen. In de nabije toekomst wordt de Energieweg ook verbonden met de Oudpoefweg. Aan de andere kant van de A28. En naast het verbeteren van het autoverkeer zijn we in deze regio ook bezig met het verbeteren van fietsverbindingen tussen Amersfoort en Hoevelaken. En met de komst van het station Hoevelaken zie je dat er een enorme impuls wordt gegeven aan de bereikbaarheid van dit gebied. Dat doen we in het licht van wat dan heet het mobiliteitsprogramma Verder. En in dat mobiliteitsprogramma, waar we samenwerken met heel veel partners, waar ik straks een aantal namen van ga noemen, wordt ook straks in 2019 het knooppunt Hoevelaken op de schop genomen. En een van die zaken die daarin worden gedaan is het invullen van een aantal wensen waar Amersfoort geld voor op de plank heeft gelegd. En dat is onder andere het verbeteren van de fietsvoorzieningen. In het ontwerp van de Energieweg hebben we gelukkig ook oog gehad voor een aantal belangrijke elementen. En een van die belangrijke elementen is de Villa Vinkenhoef. Landschappers hebben het dan altijd over het Monument Ensemble. Ik verzin dit soort termen niet, mensen. Maar het is meer dan alleen een villa. Het gaat niet alleen om die villa, maar er zit ook een melkerij, een ijskelder en de tuin op. Kortom, we zijn zo'n beetje aanbeland in het park rond de villa. Het punt waar we hier staan. Ooit hadden we bedacht om die villa niet te laten behouden, maar om het tracé, de Energieweg, daar dwars doorheen te laten lopen. Gelukkig zijn we daarin geslaagd om dat anders neer te leggen. Dat betekent wel dat we rondom knooppunt Hoevelaken en de afslag nog wel een ontwerpopgave hebben. Maar voor de realisatie gaat het dan een stuk sneller. En daarvoor hebben we de handen ineengeslagen met een aantal partijen. Die ga ik even noemen. Volgende keer doen we dat met een ticker onderaan de uitzending. Maar ik wil ze toch wel even noemen. Van Boekel, Dura Vermeer, KWS, Van Schoonhoven, Van den Hoek. En niet te vergeten ProRail, de Antea Groep en HSO. En nog heel veel andere deskundigen. Ja. Maar goed, ik kom langzaam bij u, want u geeft deze opening luister bij. Zet de luister bij en dat doen we door 033 Skate, dus applaus voor uzelf. En toch ook maar applaus voor alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt om deze avond te organiseren. Dus graag nogmaals. Ja, u was ervoor betaald, hè, om dat applaus te geven, dus u heeft niet voor niks een net pak aan. Volgens mij is net al het een en ander aangegeven wat de huishoudelijke regels zijn rondom het skaten. Geen wedstrijd, in eigen tempo en hij geeft het tempo aan. En volgens mij mag ik u nu het startsein geven en dat doe ik door middel van het indrukken van deze symbolische knop. Bent u al klaar? Foto momentje. Ja, komt ie.
ziet is dat je met zo'n weg eigenlijk een aantal vliegen in één klap slaat. Je zorgt ervoor dat de verkeersafwikkeling van het centrum naar de rest van de stad, we noemden net al de voorbeelden, beter wordt. Maar het zorgt natuurlijk ook voor een verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijven die hier op dit industrieterrein, de bedrijventerrein zitten. Ja, en dat maakt dat het ook voor hen aantrekkelijker wordt om zich hier te gaan vestigen. En voor degenen die er al zitten, wordt het alleen maar beter. Als ik ga hardlopen, dan draag ik dit altijd. Dan ga ik echt niet in driedelig grijs ga ik hardlopen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die mij normaal in mijn functie zien, even staan te kijken van wat is dit. Dus ik moest net al even uitleggen waarom dit precies was. Maar ja, ik vind het wel heel leuk om te doen.